kijkers van de Gamer Games en welkom bij deze nieuwe video, de Dual Survival met Wouter. Hallo. En waar is Wouter? Oh, daar, hij zit in de boom. Hij is een echte ninja. Zoals jullie kunnen zien, heeft hij een nieuwe naam boven het poppetje. Inderdaad. En dat klopt ook, hij heeft een nieuw account, dus het is gewoon nog dezelfde persoon, wees maar niet bang. Het is nog steeds dezelfde. Zoals jullie zien, zijn de huizen nog steeds hetzelfde. Nou, Wouter heeft nog een paar blokjes hout neergezet, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. En daar willen wij deze keer verandering in gaan brengen. En dat gaan wij doen. Alleen niet... jullie gaan dat niet zien helaas, want dat lijkt me niet zo heel leuk om naar te kijken. Toch, Wouter? Ja, is niet zo heel leuk om te zien, denk ik. Dus wij gaan gewoon hout verzamelen en wij gaan nog een beetje aan ons huisje werken. Ja, en jullie zullen wel zien wanneer... ja, voor jullie maakt het niet uit, want over 1 seconde zijn we weer bij jullie terug. Of over een paar seconden, want ik blijf nu nog even praten. Maar in ieder geval, we skippen even dit stuk en we gaan verder werken. We doen alles in survival. Wees maar niet bang, alles gebeurt in survival, dat is wel net zo eerlijk. Maar ja, we gaan nu skippen en we gaan werken aan onze huizen en nog meer dingen. Tot zo! Hoi, en daar zijn we weer. We hebben echt heel veel gedaan. En ik zie dat het nacht wordt. Kut. Nou ja, maakt niet uit. We hebben echt heel veel gedaan. We hebben zeker wel echt iets van 3 uur gewoon gewerkt aan onze huizen. Ik heb zelfs een nieuwe skin. Ik heb een nieuwe skin, yeah. Yeah, ik heb een nieuwe skin. Oké. Sorry, ik heb een beetje de slappe lach, maar dat geeft niet. En kijk, dit is mijn... Hey, Wouter staat voor het raam. Ja, hallo. Hoi, hey, Wouter is er ook nog. Dit is mijn huis geworden. Nu. Ik heb... hier heb ik 2 jack-o'-lanterns. Dat is tegen de monsters. Ik heb van dat raw wood gebruikt voor de zijkanten en etages aan te geven. En ik heb ook nog van die, hoe noem je dat, stone bricks aan de zijkanten. En dan lopen we even heel snel naar binnen. Binnen heb ik een houten vloertje, gewoon een houten vloertje, een houten trap naar boven. En hier ook een houten vloer. Oh, hier zijn nog geen toortjes. Een houten plafond. En een lekker bed. Oh ja, het beddenprobleem is opgeblost. 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 Hé, hey, je hebt mijn bed te ik pakken. Ik heb bed. Geef. Ja, ga weg. Ja, geef nou gewoon. Dank u. Het is mijn bed. Kijk, het bed opgeblost. Nee, hij is niet opgeblost. Hij is opgelost. Opgelost. Kijk. Hij kan nu. Ja. Iedereen is blij. Iedereen is blij. Maar nu zet hem daar weer terug, want daar hoort hij te staan. Oké. Nou ja, in ieder geval hier zie je nog een raampje, kan ik op Wouters huis uitkijken en het is allemaal, ik heb best wel veel haast, oké? Okay? Er is niet, ja, er is gewoon heel veel te vertellen en zo en alleen daar moet ik boven nog toortjes zetten, maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Dit is hier, oh hier zat nog stone in, die doe ik even daarbij, want ik ga nog meer van die bricks maken. Even in het chest kijken, dit is gewoon allemaal troep aan eten. Ja, wat sta je nou te zwaaien daar, hè? Ik begroet je. En hier zit, hier zijn mijn tools, die heb ik gemaakt van het gevonden iron in de cave. Dit zijn mijn toortjes, nou nog genoeg toortjes, nog wat glas en hout en stone en nog wat dirt. Dat is verder niet zo bijzonder, een crafting table, een furnace. En dit is echt, dit hebben we allemaal gevonden in de caven. Caves. En ik ga hem nu openmaken. Schrik niet, want het is echt veel. Kijk, gewoon... Oh, wacht. Ik had 2 stacks kool, maar dat is ook al vergaan in de oven. Nee, of nou, ik had eigenlijk 2,5 stack, maar ik heb al heel veel verbrand. Maar kool is hier echt heel veel te vinden. Er is echt heel veel kool. In ieder geval, we gaan verder. Ik heb ook nog ongeveer 1,5 stack iron. Nee, net iets minder. Ik heb ook 3 diamonds gevonden. Gewoon 3 diamonds. Yeah. Ook weer een feestje voor te vieren. 15 goud hebben we gevonden. Of heb ik gevonden. Want dit is mijn chest. We doen een beetje apart. Zodat we later alles samen kunnen bundelen. Of ook niet. Maakt niet uit.
23 lapis lazuli en 26 redstone. Dat is mijn buit die ik vandaag heb gedaan. Ja, we hebben echt super lang gewerkt hoor. Echt iets van 3 uur of zo. Ja, zoiets. En ik ben gewoon vergeten om in de cave een torchenpad uit te zetten naar waar we alles gevonden hebben. Open dag. Binnen in het huis. Ja, we mogen in Wouters huis kijken. Nou, ik zal even kort een rondleiding geven. Hij heeft hier een achterdeur. Hij heeft daar ook een achterdeur. En hier heeft hij een voordeur. Hij heeft 3 furnaces en daar midden een crafting table. En we gaan weer even naar buiten. Hij heeft hier een grindpadje aangelegd. Hier is trouwens een blokje dirt. En hij heeft zijn volledige huis gemaakt van hout. Behalve de ramen dan. Dat is natuurlijk gewoon van glas. Maar zijn volledige huis bestaat nu uit hout. Zeg maar Wouter, wat is daarvoor het... Leg zelf ook iets uit. Weet je wat, ik heb al genoeg gepraat. Kom even naar beneden. Ja, ik kom eraan. Ik wacht. Oké, ik laat even mijn skin zien. Hallo. Dit is mijn skin. Vet hè? Hij is eigenlijk bijna dezelfde als de vorige. Alleen heb ik nu geen pak aan. Maar ja, Wouter, je staat te zwaaien, oké? Ja, dat weet ik. Ik begroet je. Maar ik heb nu zo'n een beetje boerig of een beetje Mario-achtig. Maar het is gewoon hartstikke leuke skin. Oké. Nou Wouter, leid ons door je huis. Geef ons een rondleiding. Nou, zoals je ziet, dit is de begane grond. De begane grond, oké. De begane grond. Begane grond, ja. Hier. Kijk, dit is de buit. Oh ja, mag ik kijken? Ja, kijk. Okay. 4 diamonds, 2 emeralds, wat redstone. Wat iron en gold. Ja, en wat kool. En verder niks speciaals eigenlijk. 11 lapis lazuli. Ja, maar dat is niet zo speciaal. Oh, jij hebt meer tools als mij. Maar ja, ik heb ook nog vet veel iron, dus dat maakt niet uit. Nee, dat komt wel allemaal goed. Oké, het ziet er goed uit. Mooi buiten gemaakt vandaag. Zeker. Waar ben jij nu? En hier zo. Waar ben jij? Kom eens naar boven. Oh, ik moet naar boven komen. Ah, we gaan de trap op. Aha. Hier zo hekjes tegen het vallen van de trap, anders ga je dood. Ja. En hier zo precies hetzelfde. Ook hekjes bij de trap. Oh, mooi. En het uitzicht op het bos. Zo, dat is wel mooi gedaan. Aan deze kant. Dat is wel... hier zo het uitzicht op de berg. Dat is wel... Nee, maar... Oké, ja, hier is niet zoveel speciaals aan dan dit uitzicht. Nee, het is nog een beetje saai. Maar die andere kant vind ik best wel mooi. Ik kijk zo heel mooi uit over het bos. En je ziet daar allemaal van die lieve beestjes hier allemaal blij springen in de nacht. Ja. Echt heel mooi. Wie weet gebeuren er wel andere dingen in de nacht, hè? Ja. Laat het daar maar even niet over hebben, want... Kunnen we hier ook nog naar boven? Dat kan hier zo op de slaapkamer natuurlijk ook plaatsvinden. Hey, een chest. Mag ik daar ook in kijken? Er zit toch niks op. Oh, oké. Okay. Kijk eens hier, de slaapkamer met Twee bedden. Mooi uitzicht. En ik lig er nu naast, what the fuck? Nee, je ligt er bij mij in. Oeh, ik zie er... Je kent Minecraft, dat glitst wel eens, hè? Ja, dat weet ik. En daar, hier uit dit raampje, ja, ik kan niet helemaal voor gaan staan, maar hier zie je dus de vlakte. Of het weiland, of de vlakte. Een heel mooie vlakte waar veel dieren lopen, waar ze allemaal hartstikke blij zijn. Als het zonnig is. In ieder geval, ik loop weer terug naar beneden. Dit heb je echt mooi gedaan, leuk huis. Vooral dit, dat uitzicht is, vind ik echt heel mooi gedaan. Kijk, je ziet daar de schaapjes in de bomen staan. Nu heb ik dat in het echt nog nooit gezien, een schaap in de bomen, maar ja. Nee, maar het klinkt gewoon leuk. Hier ook mooi uitzicht op mijn huis en op de vlakte. Wouters huis is veel tamelijk groter dan dat van mij. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb er ook best veel tijd in gestoken. En ik zie daar een skelet in. Ja, maar wij staan voor het raam. Uit. Wij staan voor het raam. Wij nee, staan het raam. Voor het raam. Of achter het raam, maakt niet uit. Hij staat voor het... Nou, in ieder geval, maakt niet uit. We hebben echt heel veel gedaan en we hebben gewoon zo'n heel stuk geskipt. Omdat we dachten van, ja, dat is gewoon niet echt interessant om naar te kijken. En ja, dan wordt het ook saai. En dan zou het echt wel iets van 10 afleveringen zijn dat we minen en een huis bouwen. En dat is niet leuk. Dat is niet zo leuk om naar te kijken. En nu gaan we verder. We gaan natuurlijk nog wel wat bouwen en zo, maar... En misschien... Niet veel. Nou, ik wel, want ik heb nog echt een heel klein huis. Ik ga nu snel naar binnen, want er komt een creeper aan. Oké. Hier zit de spin. Maar in ieder geval, we gaan nog wel eens een keer skippen, denk ik. Alleen, dat doen we als we echt weer veel moeten gaan bouwen. Maar voorlopig hoeft dat even niet. Dus we hebben
We gaan voorlopig gewoon hele afleveringen maken waar jullie gewoon alles kunnen meemaken. Hey, hier zit een chest. Wouter, hier moet je een blokje doen. Ja, dat weet ik. Ik kan niet zo in die chest. Ik moet toch een beetje de details bewerken. Oké. Ja, want hier stoot ik wel steeds mijn kop zo pok ah. Ja, dat is niet zo prettig. Zo pok ah ah. Ja, oké. Nou, en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, we hebben echt heel veel gedaan. En alles in survival. Echt alles in survival. Ah, leuk toch? Maar ja, we hebben echt superveel. Gewoon 3 uur. Nou, dat kan ook wel voor dit, hè? Ja. Oh shit, er komt een skelet en ik ga snel terug naar binnen en dan sluit ik het af. Kom je mee, Wouter? Kom maar mee. Ja, even dat ding killen. Dat ding? Ja, die skeleton. Die ja, weet wel. Kom maar. En dan sluiten wij het hier af. Wouter, ga maar voor me staan. Of nee, wacht, kom hier staan. Ga ik naast je staan, dan ga ik zo in F5 mode. Kom maar naast F5 mode. Kom maar naast me staan. Oké, kijk naar de camera. Die is voor jou naar links. Weet wel dat je een pijl in je hoofd hebt, hè? Ja, dat weet ik. Dat zien de kijkers nu ook. In mijn oog. Ja, inderdaad. Hey, hij is nu weg. Hij is weg. Oké, ik zal even net... Mensen, tot de volgende keer. Wij... Oh, zit niet zo te trollen. Ik doe niks. Nee, je doet die deur open. Oh, ja. Nou, mensen, tot de volgende keer. Bij een hele dual survival video. Ja, video. Het is natuurlijk een hele serie. Maar bij een hele nou, doe ik het weer fout. Het gaat lekker vandaag. Oké, video, sloop mijn huis niet alsjeblieft. Ik sloop je huis niet. Ik zag dat je het blokje aanraakte. Ja, ik raak nu ook het blokje onder me. Ja, maar je staat erop, maar die andere tikte je echt aan. Kijk, ik zeg het toch. Ja, oké, sluit dan maar gewoon af. Ja, oké, mensen. Tot de volgende keer bij een hele video van de Dual Survival serie met Wouter op mijn kanaal. Ja. En jullie gaan dan alles meemaken en alles doen en we gaan ook weer gewoon veel doen. Doei! Doei!